Welkom bij Horizon Live van vrijdag 6 september. We zijn niet in de studio, want onze Horizon Live studio wordt op het moment verbouwd en aangepast. En daarom staan we op de stoep bij de Smeltkroes. En naast me staat Willeke van Geels. Hoi Willeke, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Ik vind het leuk dat je er bent, want het nieuwe seizoen van de Smeltkroes, van activiteitencentrum, de Smeltkroes, is begonnen. Ja, klopt. En daar ben jij voorzitter van, toch? Ik ben niet voorzitter, ik ben de programmeur. Okay. Maar wij vinden het ontzettend leuk. Ons seizoen start over 2 weken weer. Met de eerste voorstelling van Mark van der Veerdonk. En daar hebben we gewoon ontzettend veel zin in. Ja, ja, want jullie hebben een uitgebreid programma het komend seizoen. Het programma start op 21 september, dus dat is bijna. En loopt tot 2 mei. En we hebben allemaal de gids in de bus gehad. Ja. En misschien kunnen we samen even kijken naar wat leuke voorstellingen zijn. Ja, we hebben natuurlijk, ik ga dan wat vertellen over de theatervoorstellingen, maar we hebben ook matinee-voorstellingen voor de wat ouderen onder ons. Maar jeugd is ook zeker welkom en wat jongere volwassenen. Mm-hmm. Het zijn ontzettend leuke voorstellingen, eigenlijk voor jong en oud, maar het valt onder het kopje matinee-voorstellingen. Ja. Daarbij hebben we ook jeugdvoorstellingen, dat zijn echte voorstellingen voor de kinderen. Dat zijn ook 5 voorstellingen en die starten 29 september. En uiteraard ook een aantal exposities die in de hal van de Smeltkroes te zien zijn. Ja, is ook altijd heel verschillend, hè? Heel verschillend, ja. En heel mooi, ja. Absoluut. Ze hangen er nu al, de eerste. En ja, echt mooi aanrader om ook te gaan kijken. Ja, en als de Smeltkroes open is, kun je gewoon altijd kijken. Smeltkroes is bijna altijd open, dus dat is geen probleem. Ja. Hey, vertel eens over de cabaret- en muziekvoorstellingen. Ja, wij starten dan 21 september met Mark van der Veerdonk, met Geen Viking. En Mark van der Veerdonk is natuurlijk wel een bekend gezicht voor ons. Hij is al vaker in de Smeltkroes geweest, maar het is gewoon een ontzettend leuke, enthousiaste man die eigenlijk iedereen wel mee weet te krijgen en heel de zaal weet te boeien. En daarna hebben we Kirsten van Tijn, ook een ontzettend leuke voorstelling. Wel aan de aanvang van de herfstvakantie, maar hè, dat is een mooi begin van de herfstvakantie. Luid hem in en ja, dat is gewoon ook een ontzettend goede vrouw. Dan hebben we nog Matrushka en Alex Ploeg. Nou, ook top cabaretiers, alle 3, want Matrushka zijn 2 dames. Ja. En dan hebben we nog in december Ernest Beuving. Die is natuurlijk ook bekend hier in Mrezen en in de Smeltkroes. Maar die heeft nou een toegift voor Leonard Cohen, So Long Cohen. Ja. En die is op 14 december te zien in de Smeltkroes. Nee. En dat is zeker ook de moeite om te gaan kijken. En overal dan zijn nog kaartjes voor? Overal zijn nog kaartjes voor. Okay. Sommige voorstellingen wat minder als andere, maar er zijn op het moment nog overal kaartjes voor. Okay. Jazeker. En mensen kunnen ook nog een abonnement nemen, toch? Ja, een abonnement kan ook. Een abonnement wil zeggen dat je 5 voorstellingen heb je kaartjes voor en dan krijg je 10% korting. Dus zolang als dat er nog 5 voorstellingen te gaan zijn, kun je nog een abonnement afnemen. Ja. En dan genieten van die 10% korting. En zoals ik al zei, we hebben dit jaar 10 voorstellingen. Dus tot met de carnaval kun je eigenlijk nog een abonnement afsluiten. Nou, er zitten ook altijd wel dingen bij die je echt leuk vindt, dus dat moet lukken. Ja, en het is heel erg verdeeld. We hebben mannen, we hebben vrouwen, we hebben duo's, we hebben muziek. We hebben eigenlijk alles wat je wil wensen. We hebben ook zelfs een theatercollege van Guido Weijers. Daar zijn de kaartjes natuurlijk wel beperkter voor op het moment. Maar ja, daar hebben we ook ontzettend veel zin in. Leuk. En we hebben nog een Ierse groep die start net na de carnaval. Om gewoon lekker even weer andere muziek als die carnavalslallers. Gewoon lekker Ierse muziek, volksmuziek. Dus ja, daar hebben we ook zin in. Ja. Ja. Hey, de activiteitencommissie maakt deel uit van de Smeltkroes. Jullie organiseren alles wat hier te doen is. Niet alles, maar wel veel. Net als de toneelclub heeft natuurlijk zijn eigen dingen. En wij organiseren echt alles wat in het boekje van de activiteitencommissie staat. Dat organiseren wij. Die mensen halen wij naar ons toe. Naar ons kleine dorpje. Ja. Want dat moeten we wel gewoon op de kaart blijven zetten. En de Smeltkroes is gewoon een schitterend gebouw. Waardoor wij gebruik mogen maken van de zaal met het podium. En de licht en de geluids en alle technieken die erbij komen kijken. Dus ja, daar treffen wij het gewoon ontzettend mee. Ja. Ja. Hey, de activiteitengids kun je ook ophalen in de Smeltkroes. Die ligt hier altijd? Ja, die ligt altijd in het rek bij de bar. Daar ligt zowel de folder met alle voorstellingen als de losse flyers van de voorstellingen. Mocht je mensen willen laten zien van god, gaan jullie mee? Ja. Hè? Deze voorstelling, ze hebben interesse in. Mm-hmm. De flyers die we hebben, die liggen er allemaal. En uiteraard kun je ook altijd mailen naar ons. We hebben een heel makkelijk e-mailadres. Dat is AK, dus AK, gewoon letters, punt. De Smeltkroes, dat is gewoon kleine letters aan elkaar geschreven, makkelijk, apenstaartje@gmail.com. En daar kun je terecht voor kaartjes, voor informatie, iets voor wil weten. Alle vragen die je wilt stellen, die je hebt, daar kun je naartoe. En we hebben natuurlijk ook via de website van de Smeltkroes, hebben wij ook een tabblaadje onder cultuur waar ons programma ook op staat. En we zijn hard bezig met onze eigen website, dus die hopen wij ergens dit jaar ook te kunnen lanceren. En dan
Ja, zijn we nog makkelijker te vinden. Is de kaartjes bestellen nog makkelijker. Als het zover is, kom je even vertellen dat die klaar is en dat mensen het daar kunnen vinden. Hè? Ja, hartstikke zeker. Leuk. Nee, ik hoop absoluut dat ik dan weer welkom ben. Ja, natuurlijk. Schuif aan, natuurlijk. Hey, nog even het e-mailadres voor kaartjes, informatie. ak.desmeltkroes@gmail.com. Hartstikke mooi. Ja. Wens ik jullie een fijn seizoen. En ik heb nog iets leuks voor jullie. Oh ja? Ja, want natuurlijk radio. Je wilt toch ook een klein presentje geven. Jullie mogen van ons 2 keer 2 kaartjes weggeven tijdens de radiovoorstellingen. Leuk. 1 keer 2 kaartjes voor Kirsten van Tijn op 12 oktober. Leuk. En 1 keer 2 kaartjes voor Ernest Beuving op 14 december. Nou. 1 keer een cabaretvoorstelling, 1 keer een muziekvoorstelling. Dus ik hoop dat jullie daar wel aan hebben. Nou, ik denk dat ik daar echt iemand heel blij mee kan gaan maken. Ja, ik hoop 4 personen. Nou, ja, precies, dat wou ik zeggen. Nou, dan wens ik jullie een fijn seizoen en dan kom je nog eens langs, hè? Ja, ik kom heel graag nog een keer langs. Hartstikke dankjewel. Mooi. Nou, dankjewel. 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 Van Marezen zijn we nu in Budel beland. We zijn op het gildeterrein van De Vaandrig. En naast mij staat Martin. Hi Martin. Ja, goedemiddag Dian. Leuk dat we hier eens mogen komen. Ja, iedereen is hier altijd welkom. Ja. Vooral als wij activiteiten hebben natuurlijk. Hè? Ja, leuk. Heb je je hand? Ja, de kruisboog. Hè? En hier gaat het morgen mee gebeuren. Oké, want jullie gaan iets bijzonders doen. Ja, na 6 jaar nog steeds heel bijzonder. Ja. Morgen komen de prinselijke hoogheden uit de regio hier naartoe. Oké. En ze zijn allemaal prins als ze morgen komen, of prinses. Ja. Maar dan gaat morgen 1 als koning naar huis. Ja, dat wil ik zeggen, want dames doen ook mee, toch? Dames mogen mee, uiteraard. Bij het meest vrouwvriendelijke gilde van Kring Kempeland mogen dames uiteraard meedoen. En een dame kan gewoon koning worden. En ze hebben het bewezen in het verleden. Want, er zijn 5 keer is er geschoten. Mm. En hij heeft 2 keer bij een dame gezeten, hoor. Dus die heren die hebben echt wel af en toe het nakijken gehad. Dat is niet leuk, hè? Nou, jawel. Okay. Jawel. Okay. Dat mag allemaal. Oké, goed. Ja. Dus morgen gaan jullie prinsen schieten. Prinsen schieten, inderdaad. Doen we voor de 6e keer. En het Sint Joris Gilde, het koningspaar, heeft de prinsen uitgenodigd. Hebben gedaan op al hun recepties. Dus we hopen dat ze er morgen ook allemaal gaan zijn. Ja. Ze hebben er zin in, want het staat bij hun ook al vast op de agenda. Geloof ik. En die komen morgenmiddag tussen 1:30 en 2:00 komen ze hier. Dan is de burgemeester er ook. Dan gaan we om 2:30 gaan we een stagefoto maken met elkaar. Leuk. En daarna gaan we schieten. Leuk. Met dit ding. Ja. En we zijn dus allemaal getraind. Ik denk dat er bij zijn die ding nog nooit vast hebben gehad. Oké, maar die wordt dan ook geen koning. Kan het? Ja hoor. Oh. Daar zitten bij die voorgangers bij die nog nooit de kruisboog hebben vastgehad. Oké. Nou, Voor iedereen gelijke kans. Dat geldt voor de grote prinsen. Maar wij vinden de jeugd ook super belangrijk. Ja. Dus we hebben binnen ook een vlakbaan. En daar mag de jeugdprinsen, de jeugdprinsessen. En er zijn erbij die hebben ook een adjudant of een vorst. En we willen niemand buitensluiten. Precies. Dus daar waar ze die hebben, die komen ook mee. En die jeugd die gaat binnen aan de slag. En die hebben daar een eigen strijd. Nou, dus, die zijn zeker zo fanatiek. Ja, alleen hier is het altijd heel duidelijk wie er wint. Want het laatste stukje van de vogel is de winnaar. Ja. Bij de jeugd is het altijd wat spannender. We schieten op een kaart met een vogel. Er is 1 iemand bij ons die heeft daar een puntenverdeling aan toegekend aan die gekleurde vlakjes. Ja. Weet ik ook niet. Nee. We kunnen niet zeggen, van, nou, als je daar mikt, dan zal je wel de meeste punten hebben. Nee. Als iedereen geschoten heeft, dan gaat onze schutter die punten toekennen, of tenminste bekijken waar ze geschoten hebben. Ja. En dan komt er bij de prijsuitreiking een verrassing uit. En dan zullen we zien wie van de jeugd gewonnen heeft. Oh, leuk zeg. Ja. Hey, dus altijd de eerste zaterdag in september, hè? Eerste zaterdag in september. Die staat vast op de agenda bij de carnavalsvereniging en bij ons als gilde. Dat we dit organiseren. En we kunnen nog een paar jaar vooruit in ieder geval. Ja, leuk. Want jullie hebben best een grote club, hè? Eigenlijk kunnen we nog altijd heel veel leden gebruiken. Dus we hopen dat er een aantal mensen bij de carnaval bij zijn. Die eens komen straks kijken en die gelijk denken van, wauw, dat wil ik ook. Ja, want het carnaval, daar ben je niet een heel jaar mee bezig tenminste. En dan kan je de rest van het jaar kan je lekker bij het gilde mee aansluiten. Kan je gezellig met elkaar van allerlei leuke activiteiten doen. En het gilde van Budel is voor ook mensen uit Schoot, Dorplein, Gassel. Dat maakt voor ons niet zoveel uit. Dus kijk, Soerenong heeft zijn eigen gilde. Maar als je in Budel woont, of in Schoot, of in Gassel, of in Dorplein, kom allemaal bij welkom. Het gilde. Ja, leuk. Ja, het ziet er natuurlijk spectaculair uit ook, hè, voor de jeugd. Ja. En elke maandag, hè, dus na prinsenschieten, binnenkort begint ons winterseizoen weer. Dan gaan we gewoon binnenschieten, vlakbaan. En iedereen die belangstelling heeft, loopt gewoon op een maandagavond vanaf 7:30, 8:00 gewoon eens even binnen in de Vaandrig.
Er is altijd wel iemand die je kan opvangen en er is altijd wel iemand die je kan uitleggen hoe het werkt met het kruisboogschieten. En kan je dan ook nog eens uitleggen waar de Vaandrig ligt? De Vaandrig aan de Poelderstraat, het doodlopende weggetje langs het zwembadcomplex inrijden richting Schoot. Er is parkeerplaats, dus daar kan je de auto's kwijt en loop gewoon eens even binnen. Ja, gewoon eens kijken wat het is en hoe het eruit ziet en wie er allemaal is. Ja, helemaal goed. Leuk. Ja. Hey, en dan wordt er zaterdag iemand koning. Ja, zaterdag en de prinselijke hoogheid die de vogel afschiet, die mag zich een jaar lang koning der prinsen noemen. Krijgt een fraaie ketting omgehangen en ja, volgend jaar weet ik zeker dat er eigenlijk geen eentje meer prins is rond deze tijd. Want daar komen allemaal vervangers voor, maar die ene die hier wint, die mag nog tot september koning. Napret houden. Ja, leuk. Ja. Hey, maar zondag gaat de koning dan ook al meteen op pad? De koning der prinsen. Die zal waarschijnlijk bij liggen komen van die zaterdag. Ja. Maar de koning van Onschilde die gaat zondag weer op pad. Want het blijft in Budel met de hoogheden vergeven dit weekend. Want na de prinselijke hoogheden op zaterdag is er zondag het Koning der Koningen. Een activiteit die de eerlijkheid gebiedt te zeggen is niet van Sint Jorisschilde. Maar als Sint Jorisschilde zijn we graag van de partij. Zeker. Onze koning zal daar ook aanwezig zijn. Ja. S'morgens is er een ontvangst op het schepenhuis. Daar wordt een groepfoto gemaakt. Iedereen kan daar komen kijken. En ik zou ook echt zeggen, van, nou, als je in Budel in de buurt bent, loop eens bij het schepenhuis langs op het moment dat die foto gemaakt wordt. Is heel bijzonder. Ja. Ik heb er een paar keer tussen mogen staan. Ik heb ook een paar keer die titel mogen winnen. Ja. Maar dat maakt wel heel speciaal. Ja, als dat geloof ik. Als je bij je eigen gilde koning kunt zijn, is al bijzonder. Mm-hmm. Maar koning der koningen worden, is nog een graadje bijzonderder. Ja, zeker. Dat voel je heel speciaal. Ja. Dus ik hoop dat die koning van ons degene is die dat laatste schot gaat maken. Nou, zou leuk zijn. Maar jullie zijn er allemaal om aan te moedigen. Ik hoop dat er inderdaad veel mensen zijn die komen om onze koning, maar ook die andere koningen aan te moedigen. Want de onderlinge sfeer, dat geldt bij elk gilde, maar dat geldt bij carnaval. Samen een feestje bouwen, daar gaat het zeker. Om. Hey, zaterdag en zondag is publiek welkom. Publiek is welkom. Op zaterdag bij de Vaandrig zijn ze vanaf 2:30 van harte welkom om te komen kijken naar het schieten. En bij het Koningen der Koningen op zondag. S'morgens wordt de foto gemaakt. Ja, kijk even op de website van de Schut hoe laat. En s'middags is het schieten bij de Schutshoef aan de Laarstraat. Gezellig weekend voor de boeg. Ja. We zullen niks kort komen. Nee, dat wou ik zeggen. Ja. Ja. Hey, kan je nog eens uitleggen hoe het in zijn werk gaat? Er wordt bovenop een paal een vogel geplaatst. Ja, deze... Daar is een gipsen geval van toch zeker wel een kilo of 4-5. Je mag hem wel vasthouden. Oh ja, die is zwaarder als ik dacht. En we gaan met deze pijl en boog gaan we net zo lang schieten tot al die stukjes naar beneden komen. En dan op een bepaald moment valt het laatste stukje. En dan hebben we koning. Dan is de koning er. Ja. Spannend, dus, hè? Het is spannend, denk ik, hè? Daar is altijd een heel speciaal moment wie dat laatste stukje gaat schieten. Ja, dat geloof ik. Ja, altijd nog even die discussie, als er een heel klein stukje, is die wel echt onder nee? Maar daar gaat altijd een goede sfeer. Dus, nou, leuk. Ja. Nou, ik leg hem even neer, hè? Ja, zo, kom maar. Hartstikke goed. Nou, dan ga ik jullie een fijn weekend wensen. Nou, hartstikke fijn. En nogmaals, iedereen is van harte uitgenodigd. Leuk. En kom gerust kijken. Ja, zijn we zeker doen. Okay, hartstikke bedankt, veel plezier. Okay. En we zien elkaar, hè? Jullie ook, dankjewel. Dankjewel. Hoi. Dit was de Horizon Live voor... vrijdag 6 september. Fout. Nog een keer. Je kunt op mijn plaatje. Daar komt het door. Oh, het was goed, hè? Dit was hier de andere Horizon Live voor vrijdag 6 september. Een stukje vanuit Marezen en een stukje vanuit Budel. Ik wens iedereen een fijn weekend en tot ziens. Bye.